In het Watersnoodmuseum bij Ouwerkerk komt een kenniscentrum over overstromingen. Twee dingen zullen hier in ieder geval komen. Er komt een databank om te beginnen waar dus allerlei verhalen in zitten van mensen die een ramp aan de lijve hebben meegemaakt. En die mensen die vertellen ook uiteraard wat ze dus niet hebben gedaan en wat ze eigenlijk hadden moeten doen enzovoort. Dus dat is om van te leren. En voor de rest wordt er een computerprogramma ontwikkeld waarin de zogenaamde driedimensionale simulaties te zien zijn van overstromingen. He, dus als bijvoorbeeld hier achter de dijk zou doorbreken, dan wordt via dat programma wordt in beeld gebracht wat er dan gebeurt, hoe het water zijn weg zoekt en met hoeveel kracht het water naar binnen komt, hoe hoog het op diverse plaatsen komt, zodat je dus van tevoren al kunt zien wat de gevolgen zullen zijn als er zich een dijkdoorbraak zou voordoen. Dit kenniscentrum maakt deel uit van een Europees project, Flood Aware, waarbij ook West-Vlaanderen en het Britse district Somerset betrokken zijn. Het moet zorgen dat inwoners van deze risicogebieden weten wat ze moeten doen in geval van een ramp. En dat begint eigenlijk met het kennen van je risico's, de risico's die je loopt op de plek waar je woont. En dat is eigenlijk wat men via dit project wil proberen te bewerkstelligen, dat mensen in de gelegenheid gesteld worden om kennis te nemen van vanuit de plek waar ze wonen, van het risico van overstromingen en kennis kunnen nemen van de maatregelen die ze zelf op voorhand kunnen nemen om dan ook zichzelf zo snel mogelijk in veiligheid te kunnen brengen. Eind van dit jaar moet het kenniscentrum klaar zijn.